Je wereld stort gewoon even in. Het is echt best slikken. Omdat ik gewoon een beetje niet weet. Je hebt het niet onder controle, je bent van andere mensen afhankelijk. En je kan gewoon helemaal niks meer. Lisa Veldkamp uit Alphen verbrijzelt in 2017 haar voet bij een val van een paard. Ze blijft tijdens de val vastzitten in een stijgbeugel, waardoor haar voet op verschillende plaatsen breekt. Het is een gecompliceerde breuk en de vraag is of ze ooit weer normaal kan lopen. Dat hardlopen en dat paardrijden, dat werd eigenlijk ook wel min of meer gezet van, zet dat maar voorlopig gewoon helemaal uit je hoofd. Je mag al blij zijn als je gewoon weer normaal zonder heempje, mankementje weer kan gaan lopen. Gaat dan ook door je hoofd, misschien moet ik in een rolstoel weer? Ja. Maar dan is er na anderhalf jaar revalideren licht aan het einde van de tunnel. De chirurg die haar behandelde in het Alreine ziekenhuis in Leiderdorp blijkt wonderen te hebben verricht. En daarom wil ze wat voor hem doen. Wat heb je daar nou voor je liggen? Ja, dit is mijn medaille. Dit is mijn medaille van de Ladies Run in Rotterdam. 16 juni heb ik voor het eerst weer de 10 kilometer gerend. Hij heeft het mogelijk gemaakt. En hij gaat hem krijgen? Hij gaat hem krijgen. Ik ga hem morgen aan hem geven. En dat weet hij niet. Het ziekenhuis zit in het complot. Ja, maar hij gaat hem krijgen. Ja. En het doet je ook echt wat? Ja, toch? Echt. Ja. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Fijn u weer te zien. Ja, Twee jaar geleden. Ja. Ja. Hallo. Hallo. En deze hoort erbij. Wat goed, hè? Want u krijgt een medaille. Nee, die is er voor jou. Nee. Jij verdient. Nee. We hebben dat samen gedaan en u heeft het mogelijk gemaakt. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ik heb er ook op laten zetten, Made Possible By. Dr. G. Stollenberg. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar dan moet ik hem natuurlijk om. Ja, zeer zeker. Ja, zo. Echt super bedankt. Ik ga je even een knuffel geven. Ja. Ik heb echt mijn leven weer terug. Ja, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder als je door een patiënt wordt bedankt. Want je wil altijd het beste voor de patiënt. En het is natuurlijk geweldig dat als je het resultaat zo goed kan zijn, dat je gewoon weer een hele loop kan rennen. Terwijl van tevoren dacht van, hey, je mag blij zijn als je goed kan lopen überhaupt. Ja. Natuurlijk, weet je, iedereen zegt ook van ja, maar het is jouw wilskracht. En dat is ook zo, maar het is zijn vakwerk. Dus het is een hele mooie samenwerking. Ja. Ik word er helemaal emotioneel van. Ja.